Tot gisteren stonden hier 4 schapen, ja. Ja, en nu nog maar 3 helaas. Nog maar 3 helaas. Ik hoop dat ze gezond blijven. Want Greet heeft zijn schaap Fini gisteren in moeten laten slapen. Het dier was zo ziek door de blauwtongbesmetting dat het niet langer meer ging. Ze had hevige koorts eigenlijk. De tong was opgezwollen. Er kwam bloed uit haar neus. En het was duidelijk. Toen hebben we er ook niet lang mee gewacht. Heeft hem weer laten inslapen. Ja. Fini is 9,5 jaar oud geworden. Dat Greet haar in moest laten slapen is pijnlijk voor hem. Natuurlijk doet het wat met je, want ja, je kent ze. Ze kennen jou, hè. Dus het zou niet goed zijn als het niks met iemand doet natuurlijk. Ja, het is een verdrietig moment. Ja. Ja. Ze zeggen wat ze schapen, maar je hebt toch band met die beestjes. Hoor. Ze kennen jou, je kent hun, zeg maar. Je weet een rare methodes en eigenschappen. En, ja, goed, het is toch een uniek leventje. Hè? De 3 overgebleven schapen hebben een behandeling gekregen in de hoop dat zij de ziekte niet krijgen. Je hebt in ieder geval iets er tegen geprobeerd. Ja, meer kunnen we niet doen. Of het helpt, ik weet het niet. Ik ben ook maar een hobbyboertje. Maar ja, niet geschoten zat een mes. Hè?